Een brief schrijven aan een overleden dierbare. De brievenbussen voor zogenoemde hemelpost verschijnen steeds vaker bij Nederlandse begraafplaatsen en kerken. Ook Brecht Klaassen raakte geïnspireerd. Ze ging meteen aan de slag om dit project voor haar eigen omgeving op te zetten. En ze begon met de brievenbussen. Ja, we hebben er 7 laten maken, zodat de omliggende dorpjes bij ons, Wensen, Ewijk en Weurt, ook mee kunnen doen. Het ligt allemaal vlak bij elkaar, zodat we van daaruit ook mensen hun gedachten naar hun dierbaren kunnen sturen. Brecht heeft een boodschap aan haar vader. Mijn vader is op een dinsdag overleden en ik zou het weekend daarna naar hem toe gaan. En ik heb me heel erg schuldig gevoeld dat ik niet toch het weekend daarvoor ben gegaan. Toen hij in het ziekenhuis lag, dat ik hem toch nog even heb gezien. Ja, daar heb ik me gewoon heel lang schuldig over gevoeld. En dat heb ik hem ook geschreven. Via Stichting Perspectief kreeg ze contact met een pastorie die haar helpt bij het plaatsen van brievenbussen. Beuningse uitvaartondernemer Jolanda Heijmans biedt haar ook ondersteuning. En de deelnemers van RIBW Dagbestedingsplek Hout en Meer steken de handen uit de mouwen. Ik ben aan het kijken gegaan, ik heb een proefmodel gemaakt en alles in elkaar gezet. Heel mooi project. De pastoor van de Beuningse Sint-Corneliuskerk is blij met de komst van de brievenbus. Ik heb ook ontdekt in die jaren dus dat mensen ook op zoek zijn naar nieuwe vormen. Nieuwe vormen van vieren, maar ook, ik denk ook, nieuwe vormen van rouwverwerking. En dan is die, het kastje dat dus nu in het portaal van de kerk hangt, een van die vormen die denk ik, die het goed zal doen. En daar gaat hij. Ik heb het gedaan, mama. Helemaal. Ik heb het gedaan. Fantastisch. Proficiat. Heb je geweldig.